Hoe zei je dat? Ik zou zeggen dat je het bijna meent. Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, dat zijn wij. Ja, het is vandaag alweer zaterdag 30 oktober 2021. En het is nu 10 voor 11. Ja. En ik ga er zo uit. Ik ga eerst even lekker douchen. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En voordat ik dat allemaal ga doen, ga ik dus lekker knuffelen met mijn meisje. Even lekker knuffelen, hè? Hey. Koek, koek. Je wordt oud. Ja, je wordt oud. Je wordt oud, jij. Ja, je wordt oud. Kusjes. Kusjes, denk je wel. Oeh, lekker. Oeh, lekker, 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 lekker. Oeh, lekker kusjes. Zo. Ja, grapje doen, hè. Nou, dit is even het spookje van Loch Ness. Ja. Net even mijn haren gewast. Toen wou er al eerder uit, zoals jullie weten. Het is nu 2:30 geweest. Tje. Ik ga mijn haren doen. Dit is dus voor. En dit ben ik nu. Ja, mijn haar is lekker gedaan. Ik ga me nu leger laten. Ik heb er al aan de telefoon. Mijn computer even opstarten. Dat is ook niet een hele onbelangrijke. Want als ik er ook iets wil laten zien zometeen, dan zal die toch erbij moeten gaan zitten. En dan moet hij toch maar bekijken wat ik allemaal ga doen. Ja, lijkt me erg handig. Nou, ik ga even mijn jas gaan doen. En andere dingen doen. Die van de huisvrouw wordt verwacht. Ik voel me wel een stukje iets beter vandaag. Maar ik kan zo maar weer omslaan. Hè? Met depressiviteit. Dus ja. We gaan het merken. Wat de dag weer ons gaat brengen. Met mooie en negatieve punten. Maar we gaan naar het positieve kijken, toch? Daar ligt de jas al aan. Ik heb mijn sok al aan, net aan de telefoon. Zo, even lopen de handjes. Ja. Dat scheelt weer. Maar even schoenen aantrekken, jas aantrekken, taartjes aan doen. Gewoon nog even langs de supermarkt, nog melk nodig. Dat scheelt ook weer. Huh? Ja, ik ben even een lijstje aan het maken voor mezelf. Wat ik allemaal nog moet doen. Dat scheelt weer. Dus. Dan weet je het vast. Nou, ik hoor het niet. Jij hoort het niet. Waarom hoor jij dat niet? Dat is jammer dat je het niet hoort. .nl. Nou, omdat ik je dus gewoon niet hoorde. Nee, dat mag. Nou goed, ik was dus even tegen mezelf aan het sommeren. Ja. Omdat ik nog even naar de Jumbo moet of iets dergelijks. Of een Hoogvliet, of een Albert Heijn, of een Aldi, of een Dirk. Of wat melk te scoren. Onder andere. Want dat is op. Dat is op. En nog even met de zusjes lopen. Moet ik mijn schoenen aantrekken, jas aantrekken, taartjes aandoen. Tas pakken. Ik moet nog een lege fles inleveren. Plantjes moeten straks nog water hebben. Ja. Dus... genoeg te doen. Want jij wilt ook nog trainen. Toch? Ja. Ik wil een videootje maken, ja. Met een trainer. En dan met een andere tuin. Ja. Ja. En ik wil even jou iets ook leuks laten zien. Iets leuks, vertel. Ja, maar dat hoor je, maar dat, en maar dat zie je straks. Nou, we moeten zo lang wachten. Dat schiet niet op. Dus. Oké. Okay. Dan wacht ik wel. Vind ik dat leuk? Geen idee. Nou, dat denk ik wel. Want je gaat leuk opkijken, denk ik.
Oké, okay, maar dan moet ik zo lang wachten. Dat is niet leuk. Ja. Met wachten en word je vaak mee beloond, hè? Ja, maar je kan ook wachten op niks. Dat scheelt ook weer. Nee, dit is leuk. Dit is leuk. Oké, okay, dan is het goed. Nou, mooi. Dan ga ik eventjes nog mijn spulletjes pakken. Schoenen aandoen, et cetera. Even rooi aan het geven. Rooi geven, oké. Okay. En nog wat bloemkoolafval zeker. Is ook lekker. Ja, straks wel. Oké. Okay. Ze geeft echt heel veel. Als het op is, doe ik er wat bij. Nee, het is niet op. Oh. Oké. Okay. Alleen, het zit in de zaagsel ook. Ja, dan ga je toch niet eten in je eigen troep? Ja, rauw, maar... Lies, die cavia's en die zijn een hoop gewend. Ja. Je moet het er echt gewoon weer afhalen en weer op en op het huisje doen. Oh, oké, okay. Is goed. Doen we dat. Prima, dan zie ik je straks wel. Ja, rustig aan, joh. Ik ben heel rustig. Zo rustig ben ik nooit geweest. Nou, mijn haar heb ik even in een staat gedaan. En vooral als ik dus even ga lopen. Ik heb Ro nog aan de huistelefoon. Mijn meisje ligt lekker daar. Ik heb mijn jas aan. Ik ga dus zo even met Lady lopen. Ro die is zijn schoenen aan het doen. Ik ga gewoon lopen. En dan ga ik switchen zometeen vanaf de huistelefoon naar de mobiel. En dan kan ik ze niet filmen. Nee, nee. En als ik wil filmen, dan moet ik zeggen, ik hang even op en ja. Kijk, en hier ligt lekker Lady, hè, Lady? Was dan? Lady, Cookie? Wil je zo wat lekker zoomen? Niet? Dan niet. Ja, jij rode hei, meisje. We zullen. Ga je zo mee plasje poppen doen? Oeh. Hi meisje. Hi kerel. Kijk eens. Draak. Spieder, kom eens hier. Wat is dit allemaal dan, hè? Wat hoor jij? Dat is een kat, hè? Met belletjes. Ja. Ik weet niet, hè, waar die zit nu, hè? Kom dan, mee. Kom. Kom dan. Kom. Waar is het katje? Waar is Poesje dan? Waar is Poesje? Waar is Poes? Maar spoes. Gaat weer terug ook, hè? Oeh, kijk eens hier. Als je hier gaat kijken, dan zie je het ook. Als je hier een beetje gaat kijken, dan zie je het. Nee, ik zie het. Zien jullie het ook? Ja, hè? Ja. Als je daar gaat kijken, ja. Gaat ze zitten ook, hè? Ga je mee? Kom. Ga je mee? Ik zie het poesje wel hoor. Alleen jij niet, maar wel. Ken je nou toch niet bij, lieve schat? Oh, je hebt het al in de gaten. Je hebt het alweer gezien. Of niet? Nee, je ziet het niet, hè? Nee, je ziet het niet. Ik wel. En dan kijken ze ook. Kom eens hier. Ja. Ik zie het wel, hoor. Maar jij ziet het niet. Hey. Waar is Poesje dan? Als je hier naartoe gaat, dan ga je het zien. Je ziet het niet, hè? Kijk, daar. Schat. Nee, lieve schat, kijk eens daar. Hier, door die bosjes heen. Ja, daar. Zie je het nou? Ja. Maar dat gaan we niet pakken, niet? Ga je mee? Kom maar.
Ze ziet het niet, hè? Dit is mooi, hè? Want ze ziet het niet. Ze denkt dan dat die kat dus daar zit. Terwijl dat dus niet zo is. Die kat die zit hier. En Lady zit daar te kijken. Kom eens hier. Kom eens hier. Daar ken je toch niet bij, lieve schat. Daar ken je toch niet bij. Kom maar, ga mee. Kom, lopen. Ja, goed zo. Hi, Pushy. Zo is Lady dus en met katten die buiten staan, zitten. Daarom zit zij dus ook aan de lijn. Want anders is het hap poesie weg poesie en dat moet niet. Ga mee. Kom. Ja, die katten die daagt je uit, hè. Heeft een belletje. Lady, zo. Ik krijg er niet eens mee. Kom. En dan ga je mee. Kom. Ja, kom. Nou ga je mee. Kom maar. Het loopt ook echt gewoon mee. Kom. Nou ga je mee. Kom maar. Kom. Mee. Kom maar, lopen. En lopen, volg lijn, ja. Dames. Kijk, en ik weet wel wie en wie ik wel en niet kan filmen. Kijk. En Lady heeft al gehad. Ik weg, ik erbij. Nee, zetten. Ja, en jij hebt gehad, dame. Een beetje opgevroken. Zo. Als je gezicht per ongeluk in beeld is, Ruud, en dan doe ik daar wel eventjes een smiley overheen. Als per ongeluk je gezicht in beeld is, en dan doe ik daar wel even een smiley omheen. Op, jongens. Ook goed. Op. Ook goed. Het is op. Volgende keer weer. Hey. Volgende keer weer. Ja. Oké. Okay. Ja. Kijk, ja, we gaan lekker broodsoepje maken. Oh. Gaan we gaan noedelsoepje met eitjes. Daar kan. Er is er nog eentje. Ga naar ons dan. Koppeltje afwassen. Eitjes daarop. Noedelsoep met eitjes. Lekker. Toch? Ik vind het van. Ja, goed, ik moet je allemaal nog zoeken. Deze wel. Dan ga je. Kom maar. Het kipsmaak. Lekker. Boven de deur op doen, is helemaal het kant eraan. Ik ben al bijna onderweg voor jou, generaal. Hier, dus. Even kijken, hier de eetjes dan op. Even de deur openmaken voor Karin. Nou, voor Karin, voor Lady. Nee, dit is ook. Loffie, hier de deur te maken. Hè? Ja. Kijk, wie hebben we daar? Ja, hey. Daar is ze. Hi, hoe is die? Hi. Ah, koud. Koud? Ja.
Nee, doe mee, dat meen je niet, dat koud is. Heerlijk warm, 40 graden. Nou, het is hier nou wel warm, ja. En ik knal ook gelijk de kachel erop uit. Ja. Een kleine motivatie. Nee, hoeft niet. Als ze het niet wil, dan wil ze het niet, hè? Nee. Kusje. Dankjewel, lekker ding. Hoe zei je dat? Ik zou zeggen dat je het bijna meent. Oh, wauw. We zijn mam eventjes een prank aan het uitvoeren. Ja, eventjes een prank. Is leuk. Want ik zeg dus en dat deze ringlamp kapot is. Maar als je het eenmaal kijkt, hij is niet kapot. Maar daar hebben we mama al. Mama die belt. Wil jij even mama opnemen? Even op en op haar op luidspeaker. Mam, ik ben een beetje verdrietig. Onze ringlamp is kapot, helaas. Jammer genoeg. Het ging gewoon stuk, we deden het aan en het ging stuk. Het knalde. Ja, en de klap uit elkaar, dus ik denk van begin even waarschuwen. Gelukkig hebben we dat op video gestaan, maar toch. Dat er dan geen licht is voor jouw achterliggen. Nee, dus ik zou even de klap even controleren, want ik heb hetzelfde mee. Of niet verdrietig om te zijn. Dat deed je vader pas, zelf. Hè? Ja, dat moet je binnen in je kofferbak ergens zien te fixen. En als je reservelampen hebt, nou ja, dan kan je dat zo zelf fixen. En ik meende dat dat niet zo heel erg gekke duur moet wezen. Maar ja, verder zeg ik daar qua prijzen geen verstand van, want ik koop die dingen nooit. En je vader wel. En ik, jullie zelf denk ik ook. Maar ja, dan kan je dat fixen. Bij mij gaat hij ook al niet meteen aan. Nee. Het kan warm lopen, dat kan ook natuurlijk. Ja, maar wel oppassen. Ja. Want ineens springt het er zo uit. Springt die ring eruit dan? Ja, bijna wel. En waar is die ring wel heel? Is dat plastic of? Dat is een soort van plastic, ja. Maar het was niet goed. Gebeurt er niks raars? Nee, er gebeurt niks. Hij geeft gewoon licht? Ja. Oké, dan zal die van nu wel heel zijn. Van ons niet meer. Zullen wij niet meer rusten? Nou, moet je bellen, want je kan toch bellen naar beurt.com? Ja, want die is nu stuk. Er zit nog wel een garantie op, denk ik dan. Ja, nou, dan moet dus, als jij dat even je rekening wilt nemen, ik bedoel dus om dat te regelen. Ja, dat is goed. Dan moet zij je daar een nieuwe voor krijgen, want dat zit nog garantie op. Zet ja. Je nog maar net. Ja, een paar dagen. Moet je eens. Mijn ringlamp is kapot. Dat is oké, dat gaan we dan even doen. Is goed, man. Oké, lieve schat. Ik hoor het. Ja, is goed. Oké. Schat, kus. Doei. Oh, wat hebben mama in de prank genomen, jongens. Oh, wauw. Oh, prank gelukt. Wauw, dit is leuk. Prank is gelukt. Oh, je mag je stem ook nog erbij doen, hè? Met je mama. Ja, ik ga die er ook bij doen. Ja, mijn stem. Wat ik tegen mama heb gezegd in de vlog. Oh, wauw. Sorry, mam. Eventjes een prankcalletje. Is leuk. Nou, Roderick die heeft een verrassing, maar hij weet niet hoe hij er naartoe moet rijden. Oké, nou, dan gaan we dat... bekijken waar we naartoe gaan vanzelf. Hè? Ik kan niet weten. Nee. Ik kan niet weten. En ik kan moeilijk in mijn ringlamp meenemen en die kapot is. Gelijk groen. Jullie het, ik weet
weet het nog steeds niet waar hij naartoe wil. Oké. Ja, zeker. Nou, we gaan deze lekker proberen. Warm en mild zoet. Nou. Het is nu 9:45 en we gaan lekker lopen met de dames. Ja, doe maar. Gaat niet zo snel meer bij jou. Nee, hè. Zo, kom maar. Nu welke kant gaan we op? Ja, maar die kant. Doe maar, kom. Nee, dan gaan we wel deze kant op. Het is koud buiten, jongens. Ja, een hele goede nacht. Ja, het is al inmiddels alweer 2:30, midden in de nacht. En ik ga deze vlog lekker afsluiten. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan, want blijf jij zeker op de hoogte. En laat een leuke reactie achter. Want je krijgt hem sowieso ga je terug. Ja. En dan wens ik je een hele goede dag. Mocht je gaan werken, mocht je gaan slapen, wel rusten. En dan zeg ik een dikke tuut op je snuit. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei.